Groene Loper Almelo organiseerde een fietstocht langs alle projecten die dit jaar gerealiseerd waren. 50 mensen, alle betrokken bij de Groene Loper, hetzij als woningbouwer, als gemeenteambtenaar, provincie Overijssel en vrijwilligers uit de hele provincie, fietsten mee. Ja, de Groene Loper Overijssel is een beweging waarbij 10 Groene Lopers in Overijssel zijn aangesloten, waaronder de Groene Loper Almelo. En we proberen allemaal bewoners te betrekken bij groen in hun buurt. Dus denk maar aan, maak je voortuin groener, of je een geveltuin, adopteer een boomspiegel, maak met elkaar een buurttuin. Dus alles om met elkaar de buurt groener te maken. Iemand wil iets in een wijk, tegelwippen, geveltuintjes, inzaaiprojecten, een boom voor het huis. En daar kun je voor terecht bij de Groene Loper? Ja, dat zijn allemaal dingetjes, zeg maar, initiatieven waarvoor wij u verder mee kunnen helpen. Is dat ook nuttig en nodig? Ja. Ja, dat is voor mij een open deur. Dat is heel erg nodig nu de biodiversiteit afneemt. Dus er sterven steeds weer soorten uit. Vogels, bijen, vlinders. We zien ze minder. We moeten er gewoon heel erg voor zorgen dat die beweging zich niet voortzet. Dus ja, alle groen is gewoon heel hard nodig. Behalve voor die biodiversiteit is het ook gewoon een veel aangenamer klimaat in de stad als we meer groen hebben. Dus er is geen fijnere schaduw dan een boom. En we weten allemaal wel, die dikke plensbuien, die moeten de grond in. En het helpt echt niet als wij onze tuin allemaal dicht tegelen. Gewoon, het is onderzocht, mensen worden ook gewoon blijer van groen. Omdat het mooi is, maar ook omdat het iets met ons doet. En er is steeds meer belangstelling voor groen en vergroenen. En ook steeds meer vanuit de gemeente wordt er nadruk op gelegd en de mogelijkheid geboren. Ja, het was een erg nuttig en zinvolle middag. En dat smaakt altijd naar meer.